Jongens, welkom. Vandaag zijn we weer in Contentveen. En ik sta hier bij het prachtige boerengebied. Waar we al liefst 1, 2, 3 trekkers staan. Die boeren dachten, weet je, we nemen gewoon dit stukje land over. Laten we beginnen met slapen. Mijn bedje weer slopen. En dan vertellen wat we vandaag gaan doen. Mijn planning voor vandaag, jongens. Welkom, welkom. We gaan het boerengebied eventjes een upgrade geven. Dan moet je namelijk een huis komen voor boer Martin. Hier komt het huis van buuradvocaat Martin... De Gruden, ja, die gaat hier komen. Dan daarachter gaat het pieperveld komen, zoals hij mooi zegt. Oftewel, de aardappolletjes die moeten hier in een mooi veld komen. Dat betekent dat ik het landschap nog een beetje moet aanpassen. Verder moet er nog een kippenschuur komen. Ik denk dat ik hier de kippenschuur ga bouwen. Op dit plekje. Hier een bruggetje. Nee, dit is prima op deze manier. Dan hier denk ik dat er om de... Ja, wat is dit? Om deze trekker heen nog meer farm komt. Gaan we ook lekker bouwen vandaag. En het pad wil ik ook even afmaken met... Oh mijn god, Julian heeft het pad daar afgemaakt. Die Julian, jongens. Oh mijn god. Hij is online geweest en hij heeft het even gefixt. Ja, wat ben ik hier blij mee. Ik dacht dat ik dat moest gaan doen. Ik had wel de taak aan Julian gegeven, maar hij deed het maar niet. Oh, die Julian heeft even dit pad gefixt. Dankjewel, Julian. Dikke shout aan jou, man. Je hebt dit pad even gewoon gefixt. Dat betekent dat mensen nu gewoon normaal die kant op kunnen naar de outpost. Maar wat moet er nog meer gebeuren? Huis, piepers, veld. Oh ja, en een schuur moet er ergens komen. Maar waar gaan we de schuur doen? Misschien dat ik bij Martins huis hier achter een schuurtje bouw. Maar dat moeten we even kijken. En natuurlijk gaan wij dat niet op een normale manier doen. Natuurlijk ga ik dat niet zomaar gewoon bouwen en aan jullie laten zien. Nee, vandaag gaan we beginnen met een prachtige timelapse. Oh, zo spannend! Maar voordat ik die timelapse in wil gaan, hè jongens. Hebben jullie gezien dat deze guy beweert dat hij mij in gaat halen op YouTube. Hij ziet het ten eerste als je naar die profielfoto kijkt. Super lelijk uit. Wie draagt nou een rode trui? Ik spuug erop. Zo lelijk als deze guy. Ik vind die pet vooral. Maar hij probeert me gewoon in te halen op YouTube. Deze guy. Dus ga allemaal even naar zijn kanaal toe. Makkes. Ga niet eens een linkje in de beschrijving zetten. Dat gun ik hem niet. Reageer even in zijn reacties. Hashtag Team Walnut. Want mijn team moet winnen. We gaan winnen van Team Makkes. Oké? Okay? Oké. Okay. Laten we beginnen met de timelapse waarin ik dit boerengebied even ga omtoveren tot nog steeds een boerengebied. Maar een iets geavanceerder boerengebied. Misschien dat ik nog meer dingetjes doe dan dat ik op de lijst net heb opgenoemd. Maar het ligt eraan hoeveel tijd ik heb om dit te doen natuurlijk. Want een timelapse kost altijd wel eventjes. Dus ja, veel plezier met kijken. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. In 3, 2, 1, daar zijn we weer. Na een prachtige timelapse. En moet je eens kijken naar het resultaat. Wat ben ik hier blij mee. Oh mijn god, wat heb ik lang achter elkaar doorgebouwd, jongens. Het is inmiddels 3:50 s'nachts. En ik begon volgens mij ergens rond 11:00 s'avonds of zo. En ik heb gewoon lekker even aan één stuk doorgebouwd. Oh my days. Laat ik even een kleine rondleiding geven. We komen zo meteen bij het huis. Laten we eerst naar het iets minder interessante punt gaan. Namelijk de farm bij Jans huis. Ik bedoel, dat huis is nog steeds heel mooi. Maar ja, ik denk echt dat de hoofd... Ja, interest als het ware bij het huis lag deze timelapse. Maar daar komen we zo. Kijk, je komt hier aan. Dan heb ik eindelijk een kippenhok gebouwd. Heel simpel. Ze kunnen hier naar binnen via een dingetje. Allemaal nestjes hier en daar. Ik heb een klein design een beetje gevonden op het internet. Heb ik een beetje aangepast. Ik wist niet echt precies hoe kippenhok eruit zou moeten zien. Ik heb zelf geen kippen.
beetje. Maar ik vond uiteindelijk een leuk design. Hey, dit hoort helemaal geen gras te zijn. Dit hoort normaal dirt te zijn, dit. Dan heeft iets het besmet waardoor het gras is geworden. Maar goed, maakt niet uit. Misschien dat ik het dan zo nader doe. Ik weet het niet. Ik weet het niet, het zal wel. Leuk kipok, goed resultaat. Overal ook mooie bosjes en bloemetjes omheen en zo. Gaan we het bruggetje over. Komen we langs het huis van Jan. En dan is hier tegenwoordig een opening. Want als je nu doorheen loopt zo, dan kom je bij de wortelfarm. Ja, als mensen hier dus worteltjes willen, kunnen ze dus gewoon zo hakken. En dan hebben ze worteltjes. En dan kunnen ze die weer lekker opeten. Een mooi pad er natuurlijk doorheen. Met uiteindelijk daar gewoon even wat. Een kampvuurtje voor details. Leuke bloemetjes, bosjes, weet ik wat. En ik heb gewoon de tractor van boer Martin of boer Jan, weet ik veel van wie die is. Heb ik laten staan. Want hij matcht er oprecht wel mooi mee. Het is een beetje, pas niet echt bij de, ja, middeleeuwse tijd, maar het ziet er leuk uit. Past er mooi bij. Sorry als mijn stem een beetje schor is of zo. Maar ja, ik bedoel, het is 2:30 s'nachts. Dan is op een gegeven moment mijn stem ook op, weet je. Kan gebeuren. Even kijken, als we erboven vliegen, ziet het er natuurlijk zo uit. Ja, kijk, dit is gewoon af, jongens, dit hoekje hier. Het ziet er zo mooi uit nu. Maar als we dan doorlopen naar het huis van boer Martin, die we zojuist gemaakt hebben, jongens. Ik denk dat hij er heel blij mee gaat zijn. Hij is niet aanwezig nu. Dus dan zullen we moeten wachten tot morgen. Maar als we hier over het bruggetje gaan, heb je hier nu een pad naar links. En kijk wat voor gezelligheid hier is, jongens. Ik heb zoveel details toegevoegd dat op een gegeven moment mijn brein was gewoon echt moe van. Ik was alleen maar hersenloos een beetje details aan het bouwen, weet je. Laten we eerst dit stuk pakken. Hier heb je een overkappingtje. Heel leuk. Mag boer Martin mee doen wat hij wil. Misschien dat hij hier wel iets weer neer wil zetten of zo. Weet ik veel. Maar dit is ook een indirecte doorgang naar gewoon de wheat farm hier. Ik dacht, er moet wel even doorgang naartoe zijn. Daarachter het huis zitten allemaal leuke details. Gewoon barrels, bosjes, bloemetjes, lanterns, verzin het. Gaan we hier weer onderdoor zo. Hoppakee, en een bochtje om hier. Dan kom je in de voortuin van boer Martin. Een waterbak voor als hij ezels heeft die willen drinken of zo. Een pad gewoon, hooibalen. Hier een ingang naar zijn huis. Een heel dun pad naar zijn kleine hooischuur. Kan hij al zijn hooi opslaan. Ik bedoel, meer dan genoeg ruimte ervoor. Dan kom je binnen en is het helemaal leeg. Dan mag je lekker zelf doen. Ik ga het huis niet voor hem inrichten. Dat is zijn eigen pakje aan. Niet die van mij. Lopen we weer naar buiten. Hoppakee. Gaan we door. Dan kom je namelijk hier even nog bij een pad. Met daar een nieuwe, ja, hoe noem je het? Ouderwetse kar of zo. Met allemaal loot erop, weet je. Hier een kist. Een, hoe heet zo'n ding? Een loom. Een redstone lamp. En een barrel. Maar dan heb je daar vervolgens iets wat mijn favoriete punt is van deze build. De achtertuin. Dit is gewoon het meest gezellige plekje tot nu toe. Vind ik in heel de boerengebied. Je komt binnen aan de ene helft allemaal wiet. Gewoon een heel, heel klein subtiel beetje wiet met dikke blokken leaves en zo erachter. Maar dan heb je deze bomen. Dan zou je zeggen, die heb ik gemaakt. Maar nee, ik heb bewust een grote boom ingespand. Dat moet je doen door een sapling te plaatsen dan daar schuin boven een slab. Daardoor als je die dan heel veel met boomiol opspamt, wordt het een grote boom. Goeie Minecraft tip. Maar kijk wat voor mooie boom het is geworden. Dus ik dacht, weet je, ik laat er ook nog een bloemetje aan hangen. Doe er weer een mooie detail, kampvuurtje bij. Pad laat ik er langs lopen. Barrels, bosjes en weet ik wat. En dan een mooie schuur hier, waar die weet ik wat ook kan opslaan. Nog meer spulletjes en zo. Oh, wat is het mooi geworden. Wat vind ik dit een mooi huis. Wat heeft die boer Martin toch een geluk. Dat hij zo een mooi huisje krijgt. Oh, wat moet hij er blij mee zijn. Hij kan echt, hij kan je blij mee zijn. Ik ben er ook wel trots op dit huis, moet ik zeggen. Gewoon past er in de stijl van het huis van boer Jan ook. Dan ook nog, jongens, waar ze heel veel over geklaagd hebben. Een piepersveld. Daar heb je hem. De aardappelen, jongens. Ze hebben eindelijk een piepersveld. Kunnen ze daar ook weer stoppen met over klagen en zo. Zeker zo dicht aan het huis van Martin. Het is gewoon basically zijn eigen privé piepersveld. Wat dachten we daarvan? Niet meer klagen, boeren. Jullie hebben bijna alles wat jullie willen. Het enige wat ze nu nog willen, jongens, die boeren, is daar een tolbrug. Zodat ze tol kunnen vragen aan mensen die naar de outpost gaan. En ze willen een schuur voor de trekkers. Maar ja, die moet best groot worden. Dus die past hier niet meer bij. Ik denk dat die ergens aan de andere kant van de weg komt. Of ergens daar of zo, weet ik veel. Het is nog genoeg ruimte. Ik bedoel, als we er even overheen vliegen zoals dit. Kijk, het ziet er mooi uit, maar er is aan de overkant is nog helemaal geen reet gedaan. Dus letterlijk alleen dit hoekje hier is nu heel veel gedaan. Binnenkort moeten we ook even hiermee aan de slag, maar voor vandaag vind ik het überhaupt mooi met het boerengebied. Maar ik vind het ook mooi met Minecraft en met wakker zijn. Ik ga lekker slapen. 2:50 inmiddels. Het is echt lekker bedtijd. En dan gaan we morgen kijken wat er gaan is. Misschien dat die boeren er wel zijn. Dan kan ik even aan ze laten zien wat ik gedaan heb. En dat ze trots op me zijn, weet je. Anders niet, anders stik ze er maar in. Eigenlijk moet gewoon geld vragen voor het huis. Dus het is best wel veel werk in. Daar zou ik veel voor kunnen verdienen. Maar weet je, probleem voor morgen. Niet probleem voor vandaag, maar voor morgen. Voor nu, slaap lekker. En voor jullie ben ik terug in 1 seconde. Dag! Hallo! Goedemorgen jongens, we zijn weer helemaal fit. Voor jullie is het een seconde verder zoals ik net al zei. En voor mij is het een paar uur verder, want het is inmiddels 2:50.
Zeg ik dat goed? Het is inderdaad 2:10. Dus dat is lekker. En volgens mij hoorde ik al wat gemaai en hoorde ik al wat gemompel en zo. Dus ik denk dat de boeren ook weer wakker zijn. Althans, volgens mij was Boeian op vakantie, maar misschien dat hij tegen de tijd weer terug is, geen idee. En dan kan ik ze even het goede nieuws vertellen over dat ze eindelijk gewoon een pieperveld hebben. Eindelijk hier een kippenhok. Eindelijk heeft Boe Martin zijn eigen huis die hij in kan richten. Is er iemand thuis? Goedemorgen. 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 Ik mag niet zomaar binnenkomen, dat heb ik inmiddels al geleerd. Klop, klop. Is hij niet? Ja, goedemorgen. Ben je binnen? Ja, ben binnen. Mag ik binnenkomen? Niet. Mag ik binnenkomen? Niet, daar heb je al verteld. Ja, oké, okay, ik mag wel buiten. Ja. Boe Martin is thuis, jongens. Ik hoor het al. Boeian is er nog steeds. Hij woont gewoon basically in Janse huis. Maar dan kan Boe Martin eindelijk verhuizen naar zijn eigen huisje daar verderop. Kom je nog? Oeh, was dat de bedoeling? Ja, ja, ik dacht dat je... Ik mocht niet binnenkomen. Nee, ja, ik wist niet dat ik naar buren moest komen. Wil je alsjeblieft naar buiten komen? Yeah. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, yeah. Het is weer weekend zo te zien. Je hebt weer je advocaatsoutfit aan. Ja, ik was bij een inleden over een nieuwe zaak die ik heb. Ah, hey, ik heb goed nieuws. Ik heb heel veel van mijn taken heb ik gehaald en gemaakt. Zou ik het je even mogen laten zien? Nou, ik wil u eerst even wijzen. Nou? Maar toch even naar binnen komen. Wat? Oh, ik mag toch moment. Nog wat? Hoezo moment? Moment. Ik... Oké, okay. Mag ik weer? Ja. Yeah. Wat is er dan? Wat was het moment? Wat is er gebeurd? Nou. Moet je hem hier kijken? Verjaardagskalender. Ah! Yeah. Ja. Yeah. Nee, ja. Maar neem. Nee, je denkt niet dat je daar naam op mag zetten. Nee, dat moet je alleen de allerbeste man. Dus ik mag mijn naam niet op de verjaardagskalender zetten? Nee, nog niet. Maar... Het duurt toch nog wel voor ik jarig ben. Ziet u welke datum het vandaag is? Ja, het is 10 december. Yeah. Ja. Wanneer hadden we afgesproken dat klaar zou zijn? Waarom heb je dat op een verjaardagskalender staan? Yo, nou, we hebben niets anders. Maar maakt niet uit. Weet je, ik kom buiten. Dan ga ik je het laten zien. Het is goed nieuws. De datum maakt allemaal niet uit, want kijk... Maar als... dan moet het wel helemaal afzien. Het is helemaal top dit wat ik je allemaal ga laten zien, oké? Okay? Oké. Kijk, je komt hier eerst, hebben we een wortelveld. Ik weet, jullie hebben er niet om gevraagd, maar worteltjes hadden jullie ook nog niet. En dan kan je daar met je mooie trekker hier, kan je er overheen gaan maaien. Wat dacht je daarvan? Nee, maar wie zijn allergisch voor wortelen? Dat ben je. Ja, serieus. Nou, dan gaan jullie er maar niet aankomen, maar het ziet er wel mooi uit. Nee, als we die opeten, dan zwellen onze hoofd niet meer op, ja. Worden we rood en oranje van de wortelen, snap je? Oké, nou, dan is een wortelveld misschien niet zo'n succes, maar kom maar mee dan. Dan heb ik een beter nieuws voor jou. Hmm. Want jij, waar woon je nou precies bij Jan? Op zijn zolder of ja, zo? Nee. Ja, in de slaapzak. In de slaapzak, ja? Ik heb ook het wachtwoord van de wifi even opgeschreven. Graanpieper. Is graanpieper het wachtwoord van de wifi? Ja. Graanpieper. Oké. Okay. Kom maar, Jan. Of Martin, bedoel ik. Kijk, jullie hebben zo gezeikt over de kippenhok dat ik bij deze een kippenhok heb gemaakt. Er zijn alleen nog geen kippen, maar het kippenhok is gecreëerd. Je kan zo naar binnen inderdaad, via dit poortje. Kippen kunnen er mooi in. Je hebt mooie nestjes hier en daar. Ze hebben hier eten wat ze aan kunnen vullen. Het gras moet alleen nog even opnieuw dirt worden. Dat is helaas weer gras. Waar ga je heen? Afgekeurd. Afgekeurd? Wie wil een 2 verdiepingen, ja? Je weet je hoe dat lelijk dat is als je hier nog een verdieping op doet. Nee, ja, de kippen moeten leren vliegen. Ja, kijk, ze kunnen die hier uitspringen en dan kunnen ze leren vliegen. Nou, ik zou het aan Boeian gaan voorleggen. Nee, kijk, ze kunnen hier zo, hoppakee, daar heb je hier nog een poortje, dan kunnen ze leren vliegen. Ik zou gaan vragen aan Boeian of dit is wat hij bedoelt, want misschien wil hij dat wel helemaal niet. Ik heb niks verstaan, maar iets met Boeian, oké. Okay. Maar het ziet er verder goed uit, toch? Ik alleen het gras moet even deurd worden. Ja, dat wil je. Oké, okay. Nou, maakt niet uit, kom maar mee. Nou, hier is nog niet zoveel veranderd. Is er nog steeds niet meer? Nee, de beregening is laatst gaat ook niet komen. Dat is het enige wat niet gaat komen. Daar zien we elkaar wel over in de rechtszaal. Ja, dan zien we zeker ook wel in de rechtszaal. Kijk, dan kom je hier en dan zie je gelijk een prachtig huis. Dat is jouw huis, Martin. Daar mag jij wonen. Kijk, dat vind ik nou mooi, zeg. Ja, dat is mooi. Kijk, eindelijk iets positiefs. Je komt binnen hier, dan heb je gelijk een mooi plekje hier. Die moet open, die moet ook open zijn. Dan kan je doorlopen naar de graanfarm. En hier kan je mooie dingetjes opslaan dat het droog blijft en zo, weet je. Aha. Ziet er goed uit, dan lopen we door. Kom je hier, heb je je voortuin. Je huis mag je zelf inrichten, dat ga ik niet voor je doen natuurlijk. Want ik weet niet hoe jij je huis ingericht wil hebben. Nou, niet zo. Nee, dat snap ik. Maar dan loop je hier door, heb je hier een hooischuurtje. Kan je al je mooie hooibalen opslaan en zo. Oké. Dus ik weet niet of je dat wil of dan kan je andere dingen opslaan. Dus noods haal je het hooi eruit. No. Oh. Dan loop je door. Heb ik hier een kar voor je neergezet. Kan je mee op reis wanneer je wilt. Oeh ja. Goed toch? Ja. En dan hier heb ik je achtertuin met een mooie grote boom. Kampvuurtje, nog wat extra graan. En een grote schuur waar jij dingen in kan zetten wat je wil. Gereedschap, verzin het. Alles kan je erin. Grote schuur, zeg je. Dit is toch redelijk groot voor gereedschap? Moet je eens even kijken hoe groot onze trekkers zien. Ja, jongen, het is toch geen trekkerschuur. Het is toch geen schuur voor de trekkers, maar voor gereedschap. Dat zijn dan machines. Dat is toch geen gereedschap? We moeten een schuur hebben voor onze machines te repareren, een werkplaats.
Oh nee, waar, die komt nog natuurlijk. De werkplaats komt nog, ja. Ja, nee, ik snap. Dit is all voor het gereedschap. Ja, voor gereedschap. Snap je? Ja, nee, ik snap, ja. Kijk, en dan met trots, Della Trots, ik weet niet wat dat betekent, heb ik hier voor jullie een piepersveld. Allemaal overheerlijk piepers. Oeh, ze staan al goed in de bloei, hè? Ja, ze staan heel goed in de bloei. Ja, dat is toch mooi, zeg. We zien. Oh, dan ruw dat verder aan, ja. Oh, nu moet ik even bijkomen. Moet ik je even alleen laten anders, of? Nee, het gaat alweer. Het gaat alweer jemig. Ik heb nog nooit iemand zo heftig een aardappel in op zien opsnijven. Maar wat vind je ervan? Wat vind je van juist? Mag jij wel, eigenlijk wil ik er wel geld voor vragen, want ik bedoel, ik heb best wel veel moeite gestopt in het huis. Joh, dat zou ik ook willen, ja, maar dat heb ik niet. Maar ga je hier wonen? Nog niet. Nog niet? Ja, dat snap ik. Je moet eerst je spulletjes hierheen brengen en er moet helemaal verbouwd worden hier binnen en zo. Ja, maar dat komt vanzelf, Je ziet dat het 4 verdiepingen is, hè? 4? 4, ja. Kijk, als je dit even eigenlijk verlaagt, het vloertje, en dan een plafonnetje erin doet, dan heb je gewoon hier gelijk een verdieping erop, dan daar nog een verdieping erop, dan heb je gewoon 4 verdiepingen. Corinobari. Ja. Yeah. Daar heb je niet over nagedacht, hè? Ja. Nee, daar heb je nog niet over nagedacht, nee. Zo, en that's it. Dat is wat er gebeurd is. En de rechtbank, is die al af? Van buiten, maar dat heb ik je verteld. Er is een of andere Alfred de archeoloog bezig, en die wil dat ik niet verder ga. Ja. Hoe ga je dan? Weet je, ik ga even bij Alfred kijken wat de situatie is, oké? Ja, dat is goed. En zeg maar, dat, nee, ik heb een boodschap voor hem. Je hebt een boodschap voor Alfred, prima. Ja, en dat is... wie de ene pieper niet weert, is de andere niet weert. Wie de ene pieper niet weert... Niet eert, sorry. Oh, wie de ene pieper niet eet... Eert. Wie de ene pieper niet eert... Is de andere niet weert. Is de andere niet waard. Ja. Yeah. Maar omdat jij een accent hebt, rijmt het. Maar als je het normaal zegt, rijmt het niet. Oh, goed, maar... Wat? Oké, het zal wel. Weet je, Boer Martin heeft zijn eigen huisje daar gekregen. Wij gaan even naar Alfred de archeoloog. Even kijken of hij al iets nieuws heeft gevonden met zijn bronchoris... Dino. Ik kom eerst op het woord. En dan kijken we wel even. Ik hoop echt dat het geen groot probleem is, jongens. Ik hoop echt dat het geen groot probleem is. Alfred! Ben je er? Je zei dat je geen vriend had en niks te doen had. Oh mijn god, hij heeft verder gegraven, jongens. Hij is... Oh nee. Oh nee. Mag ik hier komen? Alfred, ben je er? Oh, ja. Hi. Dat is zo stom hoofd. Mag ik komen? Nee. Maar ik wil weten wat je opgegraven hebt. Dat weet ik zelf ook nog niet helemaal. Is het nog steeds, hoe heet het, een bronchotariër? Een bronchotariër. Bronchotariër is het. Hé, hey, hoe is het? Wat is de status? Nog steeds... Ja, slecht nog steeds. Hoezo? Ja, ik krijg hem er niet uit. Je ziet er ook behoorlijk zwaar uit, als ik het zo zie. Ja, ik heb meerdere apparatuur nodig en dan moet ik meer slopen en alles. Meer slopen? Nee, ja. Maar ik kwam even vragen, wat is de staat? Want ik wil heel graag verder met de rechtbank. Ik wil je verder bouwen, hier. Ja. Maar jij graaft er volgens mij nu gewoon onder. Ja, dat klopt. Weet je zien? Ja, ik wil het heel graag zien. Ja, kom maar. Oh mijn god, ik mag het zien, jongens. Ik mag eindelijk de trein op. Oké. Ik mag zeker niet op het bot staan, hè? Nee. Kijk daar. Oh. Hij gaat helemaal door. Hij gaat helemaal door. Hij gaat de bocht om hier of zo. Nee. Oh. Hoezo bocht? Nee, wat? Wat is dit dan? Welk gedeelte van de bronco... Welk gedeelte van de dino is dit? Nou, ik denk nog de achterkant. De achterkant? Het is nou niet heel duidelijk, maar prima. Nee. Maar hij gaat echt nog verder dan dit natuurlijk. Ja. Oké. Kan ik iets voor je doen? Nee. Niks. Want ik moest een bericht doorgeven van Boer Martin. Ik weet niet of je Boer Martin al eens gezien hebt. Nee, ja, ik heb geen vrienden. heb je al een nieuwe bril? Nee. Het is nog steeds stuk. Ja. Ja. Ik moest doorgeven wie de piepers niet eert. Ja. Is het niet weer? Oh, wat heb ik nou? Dat heb ik het al vergeten. Is de rest niet weer of zo? Oh. Ja, mooi bericht. Heb je daar iets op terug te zeggen? Nee, wat moet ik zeggen? Dat weet ik niet. Ik heb... Ja. Oké. Ik vind het een beetje nog steeds... heb je al een huis, Alfred? Nee, hè? Nee. Wil je anders hierboven wonen? Dan woon je heel dicht bij de... Bij de dinges. Bij Grote Vondst. Nou... Wat? Ja, dat is wel heel aardig, moet ik zeggen. Ja, je mag gewoon... Wacht, kom, laat me mee. Kijk. Maar... Deze is nog vrij. En die witte daar... Oh, nou trouwens, die witte niet. Deze is nog vrij. Of geel. Veel te groot voor mij. Ja, maar...
Dat maakt toch niet uit? Nou, kijk, kijk, dan kom je, zeg maar, dan slaap je hier. Gewoon, dan moeten we even nog een leuke inrichting voor je maken. Dat mag ik zelf doen. Dan loop je hier naar buiten en dan ben je gelijk bij een grote vondst. Ja, oh, hij wordt zo groot, hè. Oh. Maar vind je dat mooi, niet een leuk man. Idee? Nee, ja. Oh, jawel. Nou, dan is deze officieel voor jou. Ja, nee. Ja. Ga je er nu in wonen? Wat ga je doen? Ik vind het wel groot. Ja, maar wat is het ding? Ik heb niet echt kleiner voor je. Elk huis is behoorlijk groot in de stad. Oh, nou, ik denk even over na. Denk jij er even? Weet je misschien dat ik nog wat beters vind, oké? Okay? Oh ja, dat is goed. Ik geef even rondvliegen. Maar wat wilde die boer nou dan? Ja, die boer wil dat ik heel graag verder ga met de rechtszaal of met de rechtszaak. Maar dan de binnenkant. Alleen dat kan niet, omdat jij er onder het graven bent. Oh. En dat is een beetje ding. Stoppen dan. Nou, niet, ja, je mag wel doorgaan, maar als jij mij kan verzekeren dat ik verder kan met de binnenkant en dat dat niet invloed gaat hebben op jouw onderzoek en mijn gebouw, weet je? Ja. Kan je dat verzekeren? Oh, dat is de vraag. Dat is de vraag natuurlijk. Ja. Oh, weet je wat het is? Nou. Ja. Ik weet niet wat het is. Nou, zeg het maar. Nee, ik ga het vertellen. Jij gaat het vertellen. Ik ga wel eerst het buitenste stukje even beter maken, even opgraven, even een mooi plekje geven en dan wacht ik wel even met onder de rechtszaak. Ja? Bank. Oh, top. Ja. Dankjewel. Ja. Dan ga ik dat de nieuws zo meteen naar Martin vertellen en zo. Ja. En dan kunnen we gewoon weer verder met de rechtbank, oké? Okay? Ja, ja. Ja, in de tussentijd, je mag hier al wonen. Wil je hier niet wonen? Ja of nee? Zeg het nu maar. Ik ga nadenken. Jij gaat nadenken, prima. Oké. Okay. Dan ga ik ook verder, oké? Zoveel mooie spulletjes gevonden, had ik maar een plekje om die allemaal neer te zetten. Dan kon ik aan iedereen laten zien dat ik zoveel mooie spullen heb. Het maakt misschien nieuwe vrienden mee. Oh, zo, mijn plek. Oh mijn god, jongens. Ik heb een idee. Ik heb zo'n goed idee. Oh mijn god, hij heeft het over spulletjes. En hij heeft gezegd dat hij een plek kon hebben om zijn spulletjes neer te zetten. Ja, dan kan ik hem wel een huis geven natuurlijk. Maar wat nou als we Alfred een museum geven? Dat we een museum voor hem maken? Oh my days, dat is een goed idee. Het Alfred Archeologie Museum of zo, weet ik veel. Dan mag je het zelf een naam geven. Maar waar? Waar zouden we dat doen? Ja, hier is misschien een beetje... Dit zijn woonhuizen, weet je? Dat is ook een woonhuis. Dan zou het in principe een van deze huizen moeten worden. Misschien deze hier in het hoekje. Dat dit dan een soort mini-museum kan worden, weet je? Dan kom je binnen... Trappetje naar beneden, trappetje omhoog en zo. En dat dit dan het Alfred Museum zou worden. Ik denk dat Alfred dat heel leuk zou vinden. Jongens, laat nu even in de reacties weten. Zouden jullie het leuk vinden om een museum te maken waar Alfred al zijn archeologievondsten kan, you know, bewaren? Laat me weten! Ik vind het een goed idee. En als je het toch laat weten, vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Want abonneren is helemaal gratis en we zitten op die 230.000 abonnees. Dus kom op nou even, jongens. Even doorzetten. Oké, laten we eerst even rondvliegen kijken of we een beter woonhuis voor Alfred kunnen vinden. Hier in de straat van de Rijtjeshuis, ja, die kan. Het oude politiebureau zou misschien kunnen dat daar Alfred gaat wonen. Hier is... Die is al bezet, die is bezet. Die is te groot, denk ik, voor hem. Hij wil kleiner. Die is al helemaal te groot. Bezet, bezet. Ja, dan is het of het oude politiebureau... of het is daar een van de nieuwe huizen. Of een van die dingen waar hij nu wil wonen, weet je. Of waar ik hem nu aan heb geboden. Maar dat moet hij zelf maar even kijken dan, wat hij wil. Maar daar gaan we nu niet een beslissing over maken, natuurlijk. Hé, daar heb je hem. Wat doet hij? Waarom loopt hij hier? Wat heeft hij hier te zoeken? Op de Dam? Hè? Hij is gewoon aan het ronddwalen. Kijk, hij is gewoon letterlijk een beetje aan het rondkijken. Het is zo'n vaag figuur, die Alfred, jongen. Ik vind hem wel echt leuk. Ik vind hem, ja, hij is een beetje onschuldig. Gewoon onschuldig iemand is het. Laten wij het nieuws even aan Martin vertellen. Alright, jongens, daar zijn we dan. Oh, nee! Oh, mijn god. Mielitra stuk. Ik schrik me altijd helemaal kapot als dat gebeurt. Oh, my days. Oh, ik heb het ook gelijk door. Dan stopt het geluid van vliegen. En dan stort je gewoon naar de grond. Jemige. Ik moet ervoor dan opletten op Mielitra. Oh, ik dacht echt dat ik dood ging. Ik dacht echt dat ik dood ging. Oh nee, wat is dat? Wie is dat en wat is dat? Wat gebeurt hier? Ik ben nog 2 seconden weg geweest. Wat gebeurt hier, Martin? Martin. Ja, wacht even, Martin. Niet rollen doorlopen. Ik ben even bezig, ja. Rustig aan. Laat me zijn. Ja, ja. Ik ben hier binnen. Ja. Nog een klein stukje. Kom. Je bent Eemne, Martin. Wie is dat? Hoe, man, ik ben Eemne. Het moet een plezier weer in. Laat me zijn, okay. Typen is klaar. Ja, goed zo. Oké. Nou, naar binnen laten, ja. Goed. Waarom komt er alleen maar raar geluid? Wie is dat? Waarom komt er alleen een raar geluid uit hem? Dat is mijn grote neef. Je grote neef? Ja, hij is best op een hoge plek daar.
Gaat het goed met hem? Of? Ja, dat gaat heel goed. We kennen elkaar al lang. We zijn eigenlijk hele goede kameraden van elkaar. We zien elkaar niet heel vaak, maar we zijn ook familie van elkaar. En dit is familielid. Het toeval, dat is zo, dat hij door de week is hij boer. Nee, dat is weer natuurlijk. En in het weekend is hij bouwvakker. Oh, hij is dus door de week boer en in het weekend bouwvakker. Net zoals jij door de week boer en in het weekend advocaat. Ja. Ja, dat klopt. En hoe heet hij? Dat weet ik eigenlijk ook niet meer. Dat weet je niet meer? Nee, maar we zijn familie. Dat moet je niet weten, want... Nee, dat kan je niet zo goed tegen, moet ik daar vergeten zijn. Ik zal het straks even aan hem vragen als we lekker in een pauze zitten met een bak koffie en een boterhammetje. Oké, prima. Hey, maar ik zie dat je al druk bezig bent met je huis. Kom maar in. Ik zie dat je hier een hele huis, weet ik wat, aan het doen met dingen aan omhoog hijsen. Ja? Rustig aan. We zijn druk bezig. Oh, ik zie dat je inderdaad druk bezig bent met de verbouwing binnen. Ja, de groene verbouwing. We hebben alle spullen weggekeken. Kun je zien wat mijn plannen zijn. Het is een groot blauw veld. Ja, dat klopt, ja. We hebben niet getekend, want we dachten, we gaan improviseren. Kom maar mee naar boven. Waarom heb je de blauwdruk? Oké, we gaan mee naar boven. Kijk, hier nog je bent hier ook al druk bezig. Nog meer blauwdrukken. Mijn bed staat al wel, maar die is al wel geleverd. Het is een bed met je slaapt op hooi. Ja, natuurlijk. Oké, prima. Ziet er goed uit. En allemaal troep heb je er nog staan. Een bankje en zo. Ja, en weet ik wat. En wat is hierboven? Nou, dat zou ik u ook even laten zien, ja. Dan ga je hem ook even laten zien. Nog niks. Dat is leeg. Wat is dat? Dat is een kist. Oh, dat is gewoon een kist. Ja, een gereedschapskist, ja. En hierboven is zeker de hooizolder. Er komt zo'n laddertje uit als je hem open doet of zo. Ja, precies. Maar goed, dan gaan we naar beneden. Kom maar. Nee, oké, prima. Prima, rustig aan. Nou, je bent druk bezig al, zie ik. Ja, klopt. Met de verbouwing. We hebben hier niet weer druk bezig, dus we gaan zo wel weer verder. Want anders lopen we natuurlijk ook aan. Ja, dat snap ik. Maar ik kom alleen eigenlijk om kijk even goed, te hè, zeggen... Kijk goed, hè, want zo laat die hamerballen op de hoofd. Kijk goed, hè. Heel goed. Ik wil alleen even zeggen dat ik toestemming heb gekregen van Alfred om om gewoon verder te gaan met de rechtbank. Zie je nou wel die uitspraak heeft gewerkt, hè, van mij? Ja, inderdaad. Iets met piepers en eren en waard en weet ik veel wat, weet je? Yeah. Dat kan ik even delen, maar blijkbaar ben je druk bezig, dus ik laat je lekker met rust, oké? Ja, ik ga je met mijn menu erin, ja? Ga jij je menu erin? Ja, dat is prima. Dat is goed, en dan zie ik jullie in de rechtszaak. Dan zien we elkaar in de rechtszaak. Misschien ben je op wil, hè? Het duurt nu weer wel lang, moet ik zeggen. Ik heb een heel huis voor je gemaakt en nog blijf je klagen. Hey, succes met je neef, hè? Ja, ik zal hem de groeten doen. Ja, vraag nog even om zijn naam, want ik ben benieuwd hoe die heet. Ja, ik ook. Maar goed, dat normaal is tussen ons. U kreeg van mij te horen. Ik krijg van jou te horen. Alweer. Alweer, ja. Oké, jongens, laten we snel terug gaan naar de stad. Ik ben mooi geweest in het boerengebied voor vandaag. Oh, mijn elytra stuk. Ik kan niet vliegen. Oh, laten we dat even fixen. Ik hoop dat ik bij de Albert Heijn of de Annie Heijn... dat ik daar eventjes wat dingen kan kopen. Hoe heet het? Ik kom gewoon niet op de naam. En jammer bottles. Anders moeten we naar de Nether. En dan moet ik er helemaal heen lopen. Oeh, dat is nog wel eigenlijk een dingetje. Sowieso moet ik nu gewoon door mijn stad weer lopen. Omdat mijn elytra kapot is. Kom op, Annie Heijn. Stel me niet teleur. Annie Heijn, stel me niet teleur. Jij hebt... Oh, je stelt me teleur. Er zijn geen jammer bottles. Er zijn geen jammer bottles. Oké, dan wordt het naar de end gaan even snel. Want zoals dit kan ik niet leven zonder elytra. Is niet te doen. En dan moet ik officieel het pad nemen. Want normaal vlieg ik er altijd heen. Want onze netportal staat tegenwoordig gewoon helemaal in de outpost. Daar moet ik gewoon altijd heen als ik naar de Nether wil. Fred? Fred, wat doe jij hier? Hallo? Wat doe jij hier? Ik wacht. Oh, je hebt een date met Fiona? Ja. Oh, zou ik even gezellig anders bij je wachten? Dat kan wel heel even. Hoe is het? Hoe voel je eronder dat je niet meer bij de bank werkt? Verdrietig. Verdrietig? Ja, het spijt me enorm, maar die baas die had je natuurlijk ontslagen. Heb je al een nieuwe baan gevonden? Nee. Nee? Nee, nog niet, maar ik heb wel veel gevacatureerd. Gevacatureerd? Waar heb je al gevacatureerd? Bij de kattencafé. Het kattencafé? Oké. En bij de boeren. Bij de boeren? Wat wil je doen? Heb jij de boeren ooit wel eens gezien of gesproken? Ja. Echt? Ja. En? Wat wil je voor ze doen? In het veldwerk of zo? Groen. Oh, boeren hebben natuurlijk groene velden, ik snap hem. Ja, en ik meer? Hou van groen. Jij houdt van groen, ik weet het. Hey, is Fiona laat of zo? Of? Ja. Oh, maar ze komt wel. Ik hoop het. Jij hoopt het. Oké, nou, weet je wat, Fred? Ik ben zo terug. Zo terug. Het duurt wel heel even dat ik terug ben. Veel plezier met je date. Ik moet even mijn lighter opladen en zo. En heb ik wat groens voor je? Hier, ik heb een wortel. Zit een beetje groen aan. Zie je? Fijn. Dank je wel. Alsjeblieft. Veel plezier met je date, Fred. Jij ook. Dank je. Oké.
Nou, laten we even naar de end gaan, helemaal via de Nether. Dit is de eerste keer dat ik gewoon dit pad beloop, jongens. Normaal vlieg ik er altijd overheen, maar nu ben ik blij dat ik het gemaakt heb. Nu is het gewoon een leuke route daarheen. Het enige wat nog moet komen is hier de tolbrug voor de boeren. Want dan kan je... Nu had ik gewoon tol moeten betalen, hè? Moet je nagaan. Oh, ben ik blij dat hij er nog niet staat. Maar kijk, nu nemen we helemaal het pad naar de outpost, want daar is onze Netherportal. En op zich vind ik het wel wat hebben dat daar een Netherportal is, want dan moet ik echt een soort reis maken voor mijn gevoel. In plaats van dat ik gewoon erheen vlieg, weet je. Dus eigenlijk heeft het wel wat, gewoon dit lopen hierheen. Ik vind het wel leuk. Een soort avontuurtje. Kijk, Julian heeft zelfs helemaal het landschap hier mooi geterraformd. Oh, wat ben ik trots op hem. Wat ben ik trots op die jongen dat hij dit helemaal gedaan heeft. Hij heeft het landschap zo mooi geterraformd dat het pad gewoon niet steil is. Dat is zo goed gedaan. Julian, als je dit kijkt... Ik ben trots op je! Zo, dan komen we hier aan. Dan lopen we heel even door. Oh mijn god, sinds wanneer is dit zo hoog hier? Wat is hier allemaal gebeurd? Het is hier helemaal verbouwd. Huh? Wow, dit ken ik allemaal nog niet. Laten we gelijk even een paard stelen. Wie is dit? Gewoon, we stelen... Oh, er zit geen zadel op. Laat maar. Lopen we over de grote brug van de outpost. Zo, de portal die staat hier in de grot. Hoppakee. Nou, de hele route naar de Netherportal, maar ik vind het wel leuk. Het heeft wel wat. Zijn we hier in de Nether aangekomen? Daar komen we echt bijna nooit meer. Maar volgens moet ik hier, hoppakee, deze portal gelijk pakken. Komen we hier aan, gaan we gelijk door deze portal. Hoppakee. Oh, ja, het ging net aan goed. Zo. Nou, kijk eens aan. Springen we hier naar beneden. Om vervolgens daar allemaal Endermans te killen. Zodat ik heel veel XP krijg. En dan repairt mijn Elytra. Dan gaan we gelijk ook even mijn shovel en mijn... pickaxe en mijn ex. We gaan gelijk even alles repairen. Ik bedoel, ik ben er nu toch. Kijk, daar zijn ze allemaal hoor. De boosdoeners, de endermens. Nou, daar gaan we. De herrie in. A few moments later. Oké, jongens, we zijn klaar. Dan gaat er nog heel veel herrie aankomen waarschijnlijk. Komt die? Ja, daar is hij. Oh, ik ga je weg. Ik ga je weg. Hoppakee. Zo, alles is gerepareerd. Mijn tools zijn helemaal gerepareerd. Mijn elytra is helemaal gerepareerd. En nu kunnen we gewoon lekker weer naar huis vliegen. Op een snelle manier. Want als het goed is, als ik door deze portal heen ga hier, kom ik gelijk bij de tent van Julian uit. Even kijken. Ja, kijk, je spant altijd voor de tent van Julian, voor een of andere reden. Vind ik altijd leuk. Zo, hoppakee. En dan, kijk. Die... oh ja, die bouwvakken daar, die is zo droog. Nou, laten we maar even kijken hoe het met de date van Fiona Freds. Want ik ben echt oprecht wel minimaal 10 minuten tot een kwartier weg geweest met dat hakken, jongens. Of dat slaan met die beesten. Het duurt echt lang. Dus ik ben benieuwd hoe vervolgens... Oh, nou. Oh, dit vind ik zielig. Oh, dit vind ik echt heel zielig. Hij is in zijn eentje met wat groen bezig, die Fred. Waar is Fiona? Fred! Hallo? Waar is Fiona? Weet ik niet. Je zit hier echt al... Hoe lang zit je hier al? Geen idee. Geen idee. Oh. Weet jij het? Nee, maar waar is... Hoe laat had je met Fiona afgesproken? Een half uur geleden. Half uur geleden? Is ja. Ze nog steeds niet? Nee. Fred, weet je, ik ga Fiona zoeken voor je, oké? Dat is goed. Ik zal Fiona zoeken, dat ga ik doen. Ja. Oh, ik vind het zielig, jongens. Arme Fred. Arme Fred, hij had een date met Fiona. Fiona is niet eens komen opdagen. Maar waar kan Fiona zijn? Nou, laten we eerst even in het huisje kijken. De eerste twee plekken waar ik altijd kijk is dit huisje. Is ze hier niet? Dan ga ik naar de persoonlijke Content Veen assistent. Want dan vraag ik gewoon via daar waar ze is aan. Hoe heet die Frits volgens mij? Want Frits is de mannelijke versie. En is ze hier? Ze is hier niet. Ze heeft nog steeds het bordje dat ze is picknicken. Nou, ik weet zeker dat ze niet meer is picknicken, want Fred is er alweer. Nou, ze is hier niet. Laten we dan naar de assistent gaan. Gaan we het gewoon daar vragen aan Frits waar die is of waar ze is. Even kijken. Even kijken hoor. Nou, gaan we Frits even activeren. Oh mijn god, ze is hier. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Ja. Wat is dit? Ik versta er amper. Dat vond ik ook. Ja. We hebben zoveel gemeen. We hebben zoveel gemeen? Ja. Oh mijn god. Wat nee. Leuk. Ja. Wat? Dat meen je? Mijn lievelingskleur is roze. Ja, die van jou is rood. Ja. Oké. Oh mijn god. Tot snel. Tot snel. Oh mijn god, ik moet weg hier. Ik moet weg hier. Ik moet weg hier. Jongens. Oh, dit vind ik zielig. Dit vind ik echt heel zielig. Volgens mij gaat Fiona... Nou, vreemd wil ik ook niet zeggen, maar... Ze is aan het kletsen met Frits. Frits hoorde ik er niet boven uitsteken. Ik hoorde alleen Fiona lachen en zeggen... Je bent grappig en dat vind ik ook. En we hebben zoveel gemeen en zo. Man. Nee, dit is zielig. Volgens mij gaat Fiona vreemd met Frits. Maar, oh, daar heb je er. Huh, hoe komt ze al daar? Dat is snel. Fiona, je had een date met Fred en dan ga je met Frits praten. Ze gaat weer het huis in, zeker? Of niet? Oh, ze knalt tegen de muur aan. Dat was echt heel stom. Fiona, dat kan je niet maken, arme Fred. Weet je, ik ga het niet tegen Fred zeggen, dat vind ik heel zielig. Maar ik zeg wel gewoon dat Fiona zei dat ze druk had en... Ik verzin wel goed excuus. Die arme Fred. Hey, Fred. Hallo. Ik kwam Fiona tegen en ze had file onderweg hierheen. Dus het spijt er enorm.
Maar ze kan het niet redden vandaag. En ze zei dat ze je heel leuk vond en dat ze van groen hield. Oh, dat is nog wel mooi. Dan ga ik een nieuwe afspraak maken. Ga jij maar een nieuwe afspraak maken met haar inderdaad, oké? Okay? Dan dat komt helemaal goed. Dat is goed. Dank je wel. Hou je sterk, hè, Fred? Ja. Jongens, ik vind het zo zielig voor hem. Hij had gewoon een date met Fiona. En Fiona heeft Fred echt gewoon laten zitten. Voor Frits. Nee, arme, waar gaat hij heen? Oh, hij gaat naar de boeren waarschijnlijk. Nou, dan gaat hij in het groen, die Fred. Hij sloopt gewoon een van mijn bloemen. Dat zijn mijn bloemen, Fred. Ik zag het wel. Oh, arme Fred, jongens. Laat even weten in de reacties wat ik moet doen. Fiona gaat gewoon volgens mij vreemd. Oh, dat vind ik echt heel zielig voor Fred. Dat vind ik echt niet leuk. Fiona, jongen, waarom doe je dat nou? Oh. Maar weet je, dat is iets wat wij gaan uitzoeken in de volgende Content Veen aflevering. Want jongens, we gaan deze afsluiten. Ik sta hier lekker in de troonzaal, ga ik hem afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Want dat doet mij heel veel. Vind ik leuk. Dat is gewoon een leuk iets natuurlijk. Reageer even gewoon leuke dingetjes of zo met een leuk verhaaltje of ideeën. Of mag altijd dingen achterlaten. En dan nu... Oeps. Kijk lekker het vorige Content Veen. Heb je deze nou gemist, dan moet je hem zeker even kijken. Want dan ben je weer helemaal up-to-date met het hele verhaal. Alles wat er gaan is. En nu spreek ik laat glaasje water tot 4. Flesje bier tot de volgende keer. Ik zachter. Sorry. Yeah.